Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, bovenparate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Wie wint deze Media Battle? Ik ben hier vandaag op het Van Maarland Lyceum in Eindhoven. En op deze middelbare school is vandaag de Media Battle. Maar voordat ik de kids ga checken, eerst nog even lijnen trekken. De vakken zijn getekend. Ik ben er klaar voor. Ik vraag me af of A groot genoeg is voor klas. G2A, kom erbij! Gertruda, ja. U bent de mentor? Nee, ik ben de docent Duits van deze bende. Kunt u ze nog op een hele goede Duitse manier even goed toespreken? Dat is een sterke van... Viel Erfolg, kinder. Viel Erfolg! Viel Erfolg. En hoe duidelijk kan het zijn, hè? B, B, hier zijn ze. H2B! En Martine, met welke letter begint je achternaam? Met de letter B. Wat een toeval! Geweldig! En vak C is natuurlijk voor A2B! Ja, daar zijn ze! Ja, kom erbij! Jel, jel, jel! A2B wint het spel! Hey jongens, waar is Paula? Ja! We beginnen met drie klassen waarvan er maar één door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Vraag 1. Hoeveel tekens mag een Twitterbericht zijn? Is dat antwoord A, 120 tekens? Antwoord B, 130 tekens? Of antwoord C, 140 tekens. De tijd gaat nu in. En stop. Stop de tijd. Stop, stop, stop. Dames, als jullie het goed hebben... Hebben we heel veel geluk. Dan denk ik wel dat Team Rood doorgaat naar de volgende ronde. Ja, denk dus dan ook. Hebben jullie het goed gedaan. Maar ik denk het eigenlijk niet. Zullen we gaan kijken? Graag. We gaan kijken. Het juiste antwoord moest zijn... Antwoord C! Ja! Veel van jullie hebben huisregels, hè, waar je je thuis aan moet houden. Afspraken met je ouders. Bijvoorbeeld over wanneer en hoe lang je televisie mag kijken of je telefoon mag gebruiken. Mobiel mag je niet gebruiken tijdens het eten. Mobiel mag je niet gebruiken tijdens het eten? Ja. Waarom niet? Dan ben je vooral bezig met je mobiel dan het gesprek voeren met je ouders. En de grap is, veel van jullie mogen thuis geen telefoon gebruiken tijdens het eten. En daar zijn jullie het eigenlijk over het algemeen best wel over eens. De vraag is, hoeveel procent van de jongeren vindt dat je geen media mag gebruiken tijdens het eten? Is dat antwoord A, 65%? Is dat antwoord B, 75%? Of zeg je nee, dat is antwoord C, 85%? De tijd gaat nu in! Kijk, jullie blijven staan, zij gaan rennen, eens even kijken. Ja, stop! Oeh, jij was net op tijd. Ik zag jou net voorbij schieten. Jij schoot net nog even hier naartoe, waarom ging je hier naartoe? Nou, omdat er hier heel weinig van onze klas staan. Ja, dat is op zich best wel een slimme strategie. Ja. Hoe is dat bij jou thuis? Wat vind je er nou van, telefoon tijdens het eten? Ik ben maar met z'n tweeën thuis dan, maar... Oké. Ja, dat is ook gewoon saai voor degene waarmee je zit, zeg maar. Dus een beetje bent... interactie tijdens het eten. Dus jij bent wel sociaal tijdens het eten? Ja. Dus je zit niet... Nee, niet met de volle mond te praten. Oké. Goed opgevoed, man. Nou, de meningen zijn verdeeld. De klassen zijn verdeeld. Maar jongens, het goede antwoord moest toch zijn... Antwoord B! Ja! Ik zit best wel veel te appen tijdens het eten, maar dan moet je niet tegen mijn vriendin zeggen, maar ik dacht zelf antwoord A. Gertruda,
Ja. Even een vraag. De volgende vraag gaat namelijk over bekende celebrities. Ja. Zegt de naam Selena Gomez u iets? Nee. De ex van Justin Bieber? Nee. Beyoncé toevallig? Ja. Beyoncé wel. Ja, dat is best wel een lastige vraag misschien ook als je niet zo in de celebrities zit. Maar deze kids die moeten het vast weten. Jongens, luister goed. Voor de allesbeslissende laatste vraag. Wil ik van jullie weten, wie van de volgende 3 celebrities heeft de meeste volgers op Instagram? Is dat antwoord A, Ariana Grande? Is dat antwoord B, Beyoncé? Of zeg je nee, dat is antwoord C, Selena Gomez. De tijd gaat nu in! Oké. Dit werd heel spannend, zag je dat? Ze stonden opeens allemaal hier, ze verlieten vak B. En toen besloten er toch een paar, nee, wij gaan naar vak B. Want als het dan goed is, dan kunnen we toch nog door naar de volgende ronde. Ze maken het wel spannend hier. En ik ga eens even kijken op Instagram. Wie heeft de meeste volgers? Joost? 84 miljoen volgers. En het antwoord is... antwoord C. Selena Gomez. En dat betekent dat jullie doorgaan naar de volgende ronde. H2B. Zeker de helft van de jongeren zit op Instagram. En wie willen nou niet duizenden volgers? Maar hoe krijg je die dan? Tip 1. Liken en nog eens liken. Tip 2. Reageren. Plaats eens een leuke reactie onder een foto van iemand. En dan is de kans groot dat diegene jou ook gaat volgen. En tot slot, tip 3. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Instagram-gebruikers online zijn op woensdag tussen 5 en 6. Kortom, liken, reageren, posten op woensdag tussen 5 en 6 en dan volgen die volgers vanzelf. Oh, maar post er dan wel even iets op wat de moeite waard is. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Deze klas gaat dadelijk in volle vaart naar het goede antwoord, als het goed is. Maar je moet ook nog eventjes verplaatsen. Zijn we er klaar voor? Ja. Want de tijd gaat nu in! Pas op, jongens. Het is wel een heel eindje rennen eigenlijk. Dus ik ben benieuwd of ze ook nog de vraag kunnen opzoeken en nog op tijd te zijn. Oké, we gaan eens even kijken of er al iemand heeft gereageerd. Ja. Jij zegt ja. Yay! En stop de tijd! Hidde ja. En Jori. Ja. Jullie kwamen buiten adem in het lokaal aan. Ja. Jullie hadden het goede antwoord. Waar ging het fout? Omdat ik het van iemand anders had overgetypt in de comments. Oké. Doe je dat vaker tijdens je proefwerken? Nee, dat niet. Degene die het juiste antwoord heeft gepost... was niet nummer 1, want die naam is helaas fout. Dus nummer 2, Mie at the Zoo, Sophie. Oké, Sophie. Jij bent Sophie. Yay. Sophie, heb je gerend of heb je gewoon lekker rustig gelopen? Ik heb gelopen. Ja, kijk jongens, gewoon lekker ontspannen. Lekker chill. Sophie, ik ga je blij maken. Alsjeblieft, Sophie! Alright, so here we are, one of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. En dat filmpje werd geplaatst door de oprichters van YouTube. En sindsdien kan iedereen het. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Als je nou een filmpje maakt op YouTube en er zijn dan andere mensen die in jouw filmpje voorbij komen, check dan even of ze het oké vinden dat zij op YouTube komen. Jongens, is het oké dat jullie... Ja. Oké, top, geregeld. Ten tweede, je hebt te maken met auteursrechten. Je mag dus niet zomaar fragmenten uit een tv-serie of een voetbalwedstrijd gebruiken in jouw filmpje. Check dus van tevoren even goed wat je op YouTube zet. We verdelen de klas in 2 teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. En we zijn aangekomen bij ronde... 3. En ik sta hier met een popelende klas. H2B van het Van Malan Lyceum in... Eindhoven! Oké. Vraag 1.
waar staat de bekende hashtag TBT voor? En vertel me niet alleen waar die afkorting voor staat, maar ook wat het inhoudt. De tijd gaat nu in. Zo. Ja, dat is toch niet zo moeilijk. Stel je vinger. Ja, hoe doe je dat? Zo, dit. Goed samengewerkt hier. We zitten met z'n allen op het scherm. Ik heb ze! Oh, stop de tijd. Zij waren een fractie sneller. Iemand opzoeken? Ik wil van jou horen, waar staat het voor? Throwback Thursday. Throwback Thursday? En wat betekent dat? Dat je een foto plaatst van, ja, van de vakantie van 3 jaar geleden of zo. Ja, iets wat je al gedaan hebt. Ja. Iets wat je al gedaan hebt? Dus je plaatst een foto van iets wat je al gedaan hebt? Ja, of een berichtje of zo. Of een berichtje of zo? Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie! Ja! Goed gedaan! Vraag 2. In de zomer van 2014 was er een bekende hype op internet genaamd de Ice Bucket Challenge. De vraag is, wat was het doel van deze challenge? En laat mij ook even een filmpje zien van een bekend persoon die zo'n emmer ijskoud water over zichzelf heen gooit. Ja? De tijd gaat nu in. We moeten dat laten staan. Zij gaan gelijk naar YouTube doen, dat is ook wel slim. Misschien hebben ze dan gelijk een goed filmpje te pakken en dan kunnen ze er tegenaan. Jullie hebben hem? Stop de tijd, stop. Oké. Ik ben eens op zoek naar een filmpje van een bekend persoon en het doel achter de Ice Bucket Challenge. Start de video. Wie is dit? Q-Belen. Oké, dat is alvast een bekend persoon. Dus daar gaan we. Koud, hè, lijkt me dat. Heb jij het gedaan? Het filmpje met een bekend persoon, Giel Belen, die hebben we dus. Maar de vraag was ook, welk goede doel zat eraan verbonden? ALS. Ja, aandacht voor ALS. En wat is ALS? Een spierziekte. Ja. Een spierziekte. Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie. Ja. En dat brengt dus de tussenstand op 1 tegen 1. Volgende vraag. Handen bij de knoppen. Handen bij de knoppen. Nog niks intypen tot ik het zeg. Bij de knoppen. Luister goed. De volgende vraag is... Wat is augmented reality? En ik wil ook zien waar je het antwoord hebt gevonden. Ja? De tijd gaat nu in. Zo schrijf je het niet. Ja, het is wel een moeilijk... Het is natuurlijk een Engels woord. Hoe schrijf je dat? Ja, ze vinden ineens ook niet. Oké, stop de tijd. Stop. Luister goed. Wat is augmented reality? Ja, dat is toegevoegde realiteit. Toegevoegde realiteit. En wat betekent dat dan precies? Dat je zeg maar een andere wereld toevoegt aan de echte wereld. Dat je een soort van denkbeeldige wereld hebt. Het is goed! Punt! Ja, en vergis je niet, hè. Virtual reality is iets anders. Bij virtual reality is de hele wereld een soort van virtueel. Maar bij augmented reality zie je gewoon de echte wereld, maar dan zit er een soort van virtuele layer overheen. Ja, en dit is dus eigenlijk augmented reality. En nu is het spannend, want als zij de volgende vraag goed beantwoorden, dan winnen zij de strijd. Maar jullie kunnen nog meespelen, hè? Kom op dames, jullie kunnen het. Volgende vraag, luidt als volgt. Hallo familie, ik ben Rutger en wat fabulous dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. De YouTuber Furtje heeft een lied gemaakt over hoe onzeker je kunt worden door social media. De vraag is, hoe heet dit lied? En vertel me de 3 dingen die je volgens dat lied moet doen. De tijd gaat nu in. Hier gaan ze naar YouTube en daar gaan ze naar Google. Ja, dat is het. Ja. Maar je weet ook welke 3 dingen je moet doen. Stop de tijd. Stop. Je moet hem delen, uploaden met een selfie met hashtag leuk genoeg en je moet je eigen foto liken. En hoe heet het nummer? Leuk genoeg. Hashtag leuk genoeg. Hashtag leuk genoeg? Ja. Als dit goed is, dan winnen jullie. En het is goed! Vind jezelf eens leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk. Trust me, je bent leuk genoeg. Ja, jullie hebben gewonnen! Alsjeblieft, jullie krijgen allemaal een Bluetooth speaker. Alsjeblieft, voor jou ook. Ik ga er nu naar rust. Oh!
Selfie! Ja, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Media Battle. Houdoe!